Ik geloof niet dat jullie deze video sneller een like kunnen geven dan dat ik mijn eigen hobby haal. En niet heel de hobby, want hij is al best wel lang. Maar dan dat ik de allereerste stage van mijn eigen hobby haal. En de like challenge begint in 3, 2, 1, nu! Oh, snel! Oh, snel. Voor de mensen die niet snappen wat wij momenteel doen. Wij zijn aangekomen in Obi Tycoon. En wij moeten proberen... Stop! Life challenge is voorbij. Wij moeten proberen onze eigen obby te maken in Roblox. Zeg maar een tycoon. Daarbij is het meestal de bedoeling dat je iets creëert op basis van een bepaald soort thema. En... vandaag is dat thema een obby. En een obby is op zichzelf eigenlijk al een heus Roblox ding. He, parcoureren, proberen niet af te gaan, multiple choice, lasers, lava, haaien, mijn wiskunde liggen. Nee, dat is iets wat er niet echt bij hoort. Maar jullie snappen denk ik wel wat ik bedoel. Met andere woorden, wij moeten proberen om onze eigen obby te maken en hij moet leuk worden. Hij moet leuk zijn, hij moet uitdagend zijn, maar tegelijkertijd ook wel haalbaar. Dat is ook belangrijk. Het moet een haalbare obby zijn. Voor de mensen die denken, Job, moet je dan elke keer je obby afleggen op het moment dat je eraan verder wilt bouwen? Nee, we kunnen onszelf ook teleporteren. Maar het leek me leuk om even af te gaan. Maar het leek me leuk om een klein stukje van de obby nog even te laten, of eigenlijk heel de obby, voor zover we hem nu hebben, nog even aan jullie te laten zien. We hebben zelfs een stukje multiple choice. Dat had ik in eerste instantie niet zo verwacht, maar we hebben het. En, oh, het is ook echt een hele nare multiple choice. Het is links, 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 rechts, links. En de laatste, die weten we dan op dit moment nog niet. Oké, dus again, het is... serieus. Daarom is geduld belangrijk. Daarom is geduld belangrijk. Oké. There we go. Dus we beginnen hier. Het is... links, 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 rechts, links, rechts. Serieus, het is zo vaak links en maar één keer rechts. Hé, hey, dat is... op zich is dat ook wel weer makkelijk te onthouden. Zeg maar, de ene laatste is links. Dat is alles wat we moeten... of is rechts, sorry. Dat is het enige wat we moeten weten. Dus, uh-oh. Oh nee, niet de ene laatste. De ene laatste. Alright. Het volgende gedeelte van onze eigen hobby... zijn lasers. Oké, ik weet eerlijk gezegd niet of we dit in onze hobby al hadden. Ik geloof van niet. Dus dit is een best wel leuke toevoeging als je het mij vraagt. Oké, let's go. And we made it. Het is dus best wel grappig. Dit is dus wat ik bedoel met... je bouwt zeg maar een gedeelte van je hobby. En voordat je daar weer een nieuw gedeelte aan vast kunt bouwen... moet je dat eerste gedeelte wat je hebt gebouwd eerst afleggen. Dus je bent eigenlijk aan het bouwen parcouren. Bouwen parcouren, bouwen parcouren. I like it. Oké. Oh, lava, die hebben we ook nog niet. Kijk, dat is heel erg nice. En oh, dit is gelijk een lastig obby-stukje. Dit is, oh, oh, ik wist het. Dit is een lastig obby-stukje. Oké, weet je wat we doen? Wij gaan even een obby doen van de game zelf. Voor de mensen die zich afvragen waarom. Nou, simpelweg omdat we daarin namelijk een beloning krijgen die wij vervolgens weer kunnen investeren in onze obby. En dat is aan het einde wel een klein beetje... waar het om gaat. Deze multiple choice die werkt niet zoals die zou moeten werken. Zeg maar, normaal gesproken mag je bij een multiple choice alleen het frame, zeg maar de deur mag je niet aanraken en het frame wel. Alleen hierbij is het zelfs zo dat als je het frame aanraakt, dat je afgaat. Dus je moet ongelooflijk goed uitkijken. Alright, als we dit halen, dan slepen we... dan slepen we weer een mooie beloning binnen. En die beloning zouden we vervolgens weer volledig aan onze hobby kunnen geven. Ik heb ook geen idee hoe groot de obby uiteindelijk gaat zijn die wij bouwen. Ik weet zeker dat het een grote obby gaat zijn, want hey, het is de bedoeling dat mensen hem gaan spelen en dat ze er in ieder geval even een tijdje zoet mee zijn. Oké, we hebben het eerste gedeelte gehaald. Zeg maar, dit is de extreme obby. Er is ook in dit spel nog een easy, een medium en een hard obby die wij kunnen spelen. En voor elke obby krijg je aan het einde van de obby een beloning. Alleen natuurlijk is het bij de moeilijkste obby die we nu doen ook gelijk de hoogste beloning. Oeh. Oeh, zeg maar, het is zo spannend. Want je weet dat als je afgaat, dan moet je heel het stuk weer opnieuw doen. En dat is toch iets waar we niet echt op zitten te wachten. We made it. Met andere woorden, bam. We hebben weer een mooi stukje ching ching erbij. Dus we kunnen weer verder. Wow.
Er is al iemand die zo ver is met het maken van zijn eigen hobby, dat hij al een soort van gigantische Roblox-noob heeft, waarover of langsheen geparcoureerd kan worden. Dus ik kan serieus niet wachten op wat er allemaal nog zit aan te komen. Maar eerst dit gedeelte. Dit is iets waar we net afgingen, maar dat laten we ons natuurlijk niet een tweede keer gebeuren. Zeg maar, het is dubbel eng. Het is eng omdat je weet dat als je naar beneden valt, dat je in de lava komt. Maar het is ook eng dat als je weet dat je niet goed uitkijkt, dat je misschien tegen de lasers aankomt die op die super dunne paden zitten. Alright. Oh, wat? Hij was van ons! Ik zei net letterlijk... Oh, kijk, er is een speler met een gigantische Roblox-noob in zijn hobby. Maar schijnbaar ben ik het. Hé, dat is best wel dope. Gaan we nou niet vertellen dat dit het laatste stukje van onze hobby is, right? Uh-oh. Huh? Hey, nice, we made it. Oké, we hebben nu in ieder geval een teleporteerplatform. Met andere woorden, als wij nu terug willen naar de basis van onze hobby, dan kan dat. En als wij nu afgaan, dan kunnen we ook gelijk hier weer naartoe teleporteren. En dan hoeven we niet dat lastige stuk in de noob af te leggen. Het nieuwe gedeelte van onze hobby. Het gaat ook gewoon verder, hè? Dames en heren, ik weet serieus niet waar dit ophoudt. Maar ik ben ergens ook echt wel echt een stukje trots of zo. Er zijn al een aantal hobby's die ik heb gespeeld. En ik hou van hobby's. En ik had niet durven dromen dat ik nu gewoon een soort van mijn eigen hobby heb. Alleen de naam. Zeg maar, de naam is wel echt een ding. We hebben totaal nog geen naam voor onze recent gecreëerde hobby. Dus als jij een leuke naam hebt, laat het me hier beneden weten in de comments. Alright, hobby gedeelte 9. Gaat het zijn. Alright, een stukje klimmen en klauteren. Ja, sounds interesting. Dat mag natuurlijk niet ontbreken aan een goede hobby. Oké, ik zie dat wij eigenlijk niet meer echt genoeg hebben voor het volgende gedeelte. Maar op zich, als we een klein beetje cash erbij halen. Bam! Alright. Hé, ik dacht heel eerlijk gezegd, omdat het ook een tycoon was. Zeg maar, meestal zijn tycoons niet zo heel erg lang. Zeg maar, voordat je een tycoon af hebt, dat duurt niet altijd in elke tycoon erg lang. Sommige duurt het wat langer, bij anderen duurt het wat korter. Maar bij deze duurt het al best wel lang. Ik bedoel, kijk naar wat we al hebben. Zeg maar, die kleurrijke bollen die jullie helemaal erachter zien staan. Dat is het begin van onze hobby. Dus we hebben er echt al wat van gemaakt. Maar nu is het... Wat is ook een VIP? No way! Er is een normale VIP... Een super VIP en een mega VIP. Oké, luister. Welke van deze VIP's zou jij kiezen? Zou je gaan voor de normale VIP, de super VIP of de mega VIP? Misschien kunnen we daar de volgende keer een soort van challenge van maken. Er is ook een beach house. Wat? Van wie is deze beach house? Kan iemand mij dat vertellen? Is dit misschien iets waar de hobby uiteindelijk naartoe gaat? Hallo? Het is best wel raar dat ik gewoon random in een huis ben uitgekomen. Oké. We doen de extreme hobby nog een keer en we claimen eventjes wat wij nodig hebben om uiteindelijk mee verder te kunnen. Wat hopen jullie dat we nog in onze hobby gaan krijgen? Ik hoop iets van een baldi gedeeld of zo. Seems pretty dope, right? Gewoon een soort van baldi met mega linealen waar je moet proberen overheen te parcoureren. Hey, I like it. Laat in de comments weten wat jullie ervan denken. Of iets van een creepypasta als Slender zou op zich ook wel doof zijn. Maar geen multiple choice. Geen multiple choice. Ik vind het zelf ook nooit fijn in een hobby. Dus ik wil het anderen ook niet aandoen in mijn hobby. Oeh, we gaan er eigenlijk veel te snel doorheen. We gingen er eigenlijk veel te snel. Dat had fout kunnen gaan, oké. Okay. Nice. Laten we de hard hobby nog een keer Oké, dat is de reden waarom je soms even geduld moet hebben met jezelf ergens naartoe te spannen. Dit hier is de moeilijke hobby. Niet de moeilijkste, maar wel een moeilijke. Kunnen we hier overheen? Oeh. Oh! Ja, eigenlijk zou dat niet op die manier moeten. Het is een soort van kortere weg. En hey, soms is een kortere weg handig en levert het wat op. Maar soms kan het ook nog wel eens een klein beetje dangerous zijn. En dan moet je het misschien hier en daar ook wel vermijden. There we go. En oh, ik vind deze personally misschien zelfs nog wel lastiger. Ik vind deze lastiger dan de extreme. Ik weet niet of ik de enige ben, maar deze komt serieus lastiger over dan de extreme. Alright. Ik weet niet of we op de helft van onze hobby zijn of dat er nog veel te doen is. Maar
Wat ik in ieder geval wel weet, is dat wij klaar zijn voor een brand nieuw gedeelte. En ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat zijn. Eerst even het teleporteerpad, zodat wij wel weer terug kunnen. En dit is het volgende. Oh, dit gaat verdwijnen of niet? Yo, onze eigen verdwijnende trap in een Roblox hobby. That's pretty cool. That is a pretty amazing. Het is ook wel echt een hele lange trap. Like, als je dit zeg maar zou moeten doen elke dag. En dan ook nog eens wetende dat de trap achter je verdwijnt. Ik weet niet of je daar wel vrolijk van wordt. Hey, we hebben hem gehaald. Dit is het einde. Oh nee, laat maar. Oh, laat maar. Ik was al bang. Ik was al bang. Ik wou al... Bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Kun je hem liken? En ik zeg adios.